Welkom opnieuw bij Spoor 18. Mijn gast vandaag is nog steeds Martijn Heijlen. Martijn, je komt op tv, dus dan moet je er een beetje goed bij lopen. Ben je bezig met je uiterlijk, met je look, met je kledij? Spreekt voor zich. Kies je dat zelf of doet je vrouw dat? Beide. Mijn vrouw geeft mij uitstekende raad. En ik laat ons zeggen dat ik de longlist samenstel. Ah ja, oké. Goed. Lien, welkom. Lien, ja, we mogen al eens vooruitkijken naar de zomermode. Ja. Hè? Wat valt op bij de zomermode? Dat het heel comfortabel wordt en dat er heel veel gepikt wordt in de sportieve collecties. Het mag allemaal sportiever. En comfortabeler en luxueuzer. Ja? Ja, de ontwerpers zijn deze keer eens komen luisteren of komen kijken wat dat er zich in het straatbeeld afspeelt. En ja? Jani en ik roepen al jaren van stop met die vliezen te kopen of die comfortabele broeken. Dat gebeurt toch niet. Mensen blijven zich comfortabel kleden. Ja? En ze hebben dat gewoon als element gepakt en daar een item van gemaakt. Maar het mag dus allemaal nu een beetje meer oversized zijn, ja, ruimer. Absoluut, ja. Wil dat zeggen dat de skinny broekjes verdwijnen? Nee, die gaan er altijd wel in blijven, omdat die een oversized zit er heel hard in. Maar niet iedereen heeft natuurlijk het lichaam van een model. Mm-hmm. En dan is die skinny goed om alles terug in evenwicht te brengen. Maar er is wel één ding dat heel belangrijk is in de zomercollecties. Het plakt niet meer tegen het lichaam, het volgt het lichaam of zit een beetje oversized. Ja. Super, hè? Maar dan denk ik meteen, Lien, als je zo alles oversized draagt, is het dan nog wel sexy? Is het dan nog wel... Gaan we allemaal een Olga worden die op hakken achter haar loopt? Nee. In heel smalle kleedjes? Nee. Dat is niet meer van deze tijd, Ilse. Vrouwen gaan werken, hebben kinderen, moeten s'avonds eten maken en willen ook mooi, maar comfortabel gekleed zijn. Dat is eigenlijk het doel van deze collectie. Ja. Ze hebben goed geluisterd. Ja, maar als je dingen oversized draagt, bijvoorbeeld ik draag een oversized broek. Zoals nu. Ja. Je hebt eigenlijk een wijde broek aan. Ik zal me even recht zetten. Ja. Met z'n schip, die is echt wel geïnspireerd op een joggingbroek. Ja. En is dat sexy? Ik vind het wel. Ik vind het mooi. Maar ik draag er wel een hoge hak Absoluut, onder. En dat kan. Hè. Je kan daar zelf mee spelen en er hakken onder steken. Sneakers zijn ook geweldig. Heel veel sneakers. Ik kan ook onder kleedjes, onder rokken. Het meest gekopieerde stuk voor de zomer zal de Chanel sneaker worden. Ja? Denk ik, ja. 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 Maar dat is allemaal een beetje mannelijker. Want dat soort schoen wat we nu zien, ja, dat is eigenlijk een... Maar mannelijk is comfortabel, hè, Ilse. Ja? Ja. Hoe zit het met de accessoires? Wat die mogen iets stoerder zijn en ook iets sportiever. We gaan geen bijvoorbeeld Chanel-tas met veel bling-bling combineren bij een vrij sportieve outfit. Dat kan weer wel, maar we houden het dan toch liever allemaal een beetje stoerder en sportiever. Oké, goed. Dus het mag, als ik het een beetje hoor, mag het allemaal wat gemakkelijker. Kijk, het silhouet dat we hier zien, kan even goed door een jongen gedragen worden. Een blazer? Kan, hè. Dus een blouson en een jeans en een witte t-shirt kan zo uit haar, het kast van haar lief komen, bij wijze van spreken. Maar ze draagt haar haar dan wel vrouwelijk? Voilà. Ja. Het zijn de accenten die het hem doen. Dus vrouwelijk en mannelijk een beetje gecombineerd met elkaar. Maar de combinatie is heel belangrijk. Ja. Wat er hier unisex al in de jaren 80. Ja? We herinneren ons dan aan de powersuit. Met de grote epauletten, daar was ook wel die vermannelijking van de vrouwenmode. Maar nu is dat op een sportieve manier. Oké. Ik vind dat een geweldige trend. Echt waar. Ik ook. Ik ben fan. Ja, waarvoor dank, Ellie. Ja, graag gedaan.